Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. En in deze video heb ik een Q&A voor jullie. Ik zit nu dus achter een echte camera. Het klinkt misschien een beetje raar. Ik heb hiervoor met mijn mobiel gefilmd en dat was ook wel gewoon oké kwaliteit om te beginnen. Maar ik dacht, weet je, ik wil ook mijn kwaliteit voor video's en foto's verbeteren. En ik vind het gewoon heel erg leuk om ook gewoon herinneringen vast te leggen voor mezelf. Dus bijvoorbeeld als ik ga reizen, als ik familieuitjes heb of weet ik veel, iets dergelijks. Vind ik het gewoon leuk om dat vast te leggen met foto's of met filmpjes. Dus dat was eigenlijk de reden, gewoon alles bij elkaar, dat ik een camera wilde kopen. En die heb ik. Het is de Canon PowerShot G7X Mark III. Een hele mond vol. Maar in ieder geval een hele goede camera. Ik moet nog wel even het een en ander uitvinden met licht en dat soort dingen. Dus dat is nog even wennen voor mij. Dus als dat nu nog niet helemaal goed is, bijvoorbeeld overbelicht of zo, sorry daarvoor. Het is voor mij ook nog even allemaal nieuw en ontdekken. Ik ga jullie even het verschil laten zien tussen mijn camera van mijn telefoon en deze camera. Zoals je ziet film ik dus qua grootte anders, want op mijn videocamera heeft hij gewoon normale grootte. En op mijn mobiele camera is hij soort van wat ingezoomd. En dat merkte ik ook toen ik bijvoorbeeld in de kringloop de video ging opnemen. Toen wilde ik eigenlijk heel veel filmen, maar hij zoomde zo erg in dat bepaalde dingen dus niet in beeld waren. En dat is nogal vervelend, dus ik ben blij dat ik met deze camera, met mijn nieuwe camera in ieder geval, alles kan vastleggen. Nu hebben jullie een beetje het verschil gezien tussen de kwaliteit van mijn camera van mijn mobiel en de kwaliteit van mijn nieuwe camera. Laten we nu snel doorgaan met de Q&A. Vergeet zeker niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we beginnen. Ik heb op mijn Instagram gevraagd of jullie vragen voor mij hebben. En dat ga ik dus wel vaker doen, dat ik wat vragen stel op Instagram over bepaalde video's of ideeën of iets dergelijks. Dus volg me zeker even, hij staat in de beschrijving. Dan kun je ook daar lekker kijken waar ik mee bezig ben. En ik ga het even opzoeken. De eerste vraag is, hoe komt het dat je zoveel interesse hebt gekregen in fast fashion tegengaan? Nou, dat vind ik al een hele leuke vraag, want hiervoor kocht ik gewoon altijd fast fashion en was ik daar helemaal niet mee bezig. Tot ik eigenlijk per toeval veel meer video's ging kijken over tweedehands kleding. En ik vond dat zo leuk en hoe mensen gingen kringlopen en op een gegeven moment ging mijn interesse daarin groeien gewoon omdat ik het leuk vond om dat te zien. En toen ging ik gewoon wat meer informatie opzoeken over fast fashion en slow fashion. En toen kwam ik ook op wordeenswakker.nu en toen heb ik het e-book gelezen van Mariska. En dat heeft echt mijn ogen al doen openen. Vervolgens ben ik Genaaid gaan kijken en dat heeft ook echt, dat heeft echt mijn kijk op fast fashion veranderd. En omdat ik eigenlijk merkte dat toen ik interesse kreeg in slow fashion, dacht ik, er zijn vast meer mensen die een beetje, net als ik, een beetje in de zoektocht zijn van wat is fast fashion, hoe kan kleding zo goedkoop zijn, hoe kan kleding zo snel alweer uit de mode zijn. Een beetje dat gevoel van er klopt iets niet, maar wat klopt er niet. En ja, ik weet niet, ik wilde gewoon op een hele laagdrempelige manier eigenlijk mijn zoektocht in fijne keuzes maken voor mezelf in fashion. En ja, dat wilde ik eigenlijk vastleggen om mensen die daar ook interesse in hebben, maar niet weten waar ze moeten beginnen, eigenlijk een handje te helpen. Dus met die serie ben ik ook nog lang niet klaar. Ik denk dat ik ook echt pas aan het begin sta van de overstap naar slow fashion. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje waardoor ik interesse heb gekregen in slow fashion. Een andere vraag is, hoe gaat het met je Monstera Thai Constellation? Dat is een hele mond vol en voor de niet-plantenkenners onder ons zal het misschien niet zo'n interessante vraag zijn. Maar het is een hele bijzondere plant. En die liep ik ineens tegen het lijf in de bosrand in de Alphen aan Rijn. En ik zal even hem laten zien. Dit is mijn Monstera en ik ben er echt super blij mee. Het is dus best wel een bijzonder soort. Dus ik ben blij dat ik hem heb kunnen bemachtigen. Hij heeft hier alleen wel een beetje een bruin puntje gekregen bij het wit. Dat is een beetje jammer. Maar verder heeft hij al een heel nieuw blad. Dat is deze. Dus ook echt gelijk een heel groot blad. En ik zie ook dat hier weer een luchtwortel aan zit te komen.
En verder zie ik ook dat er echt wel nieuwe groei aan het ontstaan is. Hij doet het goed en ik hoop dat hij nog veel verder gaat groeien. Dus hier ben ik nog steeds echt super blij mee. De derde vraag is, wat voor video's vind je het leukst om te maken? Ik vind het leukst om te maken eigenlijk de kringloopvideo's, de tweedehands video's. Ik heb nu één video gemaakt dat ik naar Rattenplan Hoofddorp ging. En ik merkte dat ik daar echt zoveel plezier uit haalde. En ook uit het editen. Het hele proces vond ik zo leuk en ik haalde er zoveel energie uit. En het is nu een beetje lastig omdat vanwege wat er nu allemaal speelt, mag je natuurlijk niet zomaar de deur uit voor onnodige dingen. Dus ik vind het lastig. Ik wil heel graag die video's veel meer maken. Maar het is natuurlijk een beetje onnodig om elke keer de deur uit te gaan naar een tweedehands winkel. Dus het is een beetje dubbel. Ik vind dat het leukste video om te maken. Vooral veel over fashion. Ik denk dat dat ook wel duidelijk is. Ik vind plantenvideo's ook heel erg leuk. Maar fashion is toch wel ja, echt een passie van mij geworden. En vind ik ook het leukste om video's over te maken. De volgende vraag is... wat zou je graag nog een keer willen doen in je leven? En dat is een grote reis maken. Ik zou dat eigenlijk gaan doen samen met mijn vriend na de zomer. Omdat nu natuurlijk heel veel speelt in de wereld, kan ik nu niet gaan reizen met hem. Maar goed, dat staat nog steeds echt bovenaan mijn bucketlist. Dus ik hoop dat dat ooit nog een keer plaats kan vinden. Misschien volgend jaar. Maar dat is echt iets wat ik heel graag zou willen doen. Een andere vraag is, heb je een relatie? Ja, die heb ik. Wat ik net ook al zei, ik heb een vriend al bijna 4 jaar. Dus de tijd gaat snel als je het leuk hebt natuurlijk. Een andere vraag is, waar wil je later wonen? Nou, ik woon in een dorpje dichtbij Alphen aan de Rijn. En dat is ook het dorp waar ik het liefst zou willen wonen. Ik ben echt geboren getogen in dit dorp en... Ik weet niet, ik vind het gewoon heel fijn, lekker knus en iedereen kent elkaar, wat ik ook wel leuk vind. Ja, het lijkt me gewoon echt een hele leuke plek om hier te blijven. En als dat niet kan, dan gewoon in een dorpje eromheen. Of in Alphen aan de Rijn aan de rand bijvoorbeeld, vind ik ook wel heel erg leuk. Maar het liefst wel in een dorp. Waar zie je jezelf over 10 jaar, is de volgende vraag. Dat vind ik echt een lastige. Over 10 jaar ben ik 31. Wow. Ik hoop dat ik dan gewoon lekker samenwoon. Misschien getrouwd ben. Het lijkt me heel erg leuk om te trouwen namelijk. En wie weet misschien al een kindje. Als het me gegund gegeven is, dan zou ik dat wel echt heel erg mooi vinden. En verder gewoon een leuke baan. Een beetje huisje, boompje, beestje. Zoals iedereen wel denkt. Lekker cliché, maar wel mijn droom. En de laatste vraag is, wat was je eerste baantje en hoe waren je collega's? Deze is gevraagd door een oud collega van mij, Noor. Mijn eerste baantje is in een kweker, een orchideekwekerij. En daar heb ik gewerkt vanaf mijn 14e, 13e tot vorig jaar eigenlijk. Dus ik heb daar, zo, dus een hele tijd. Ik heb daar zo'n 6, 7 jaar gewerkt. Dus echt een hele lange tijd. Maar ik heb daar echt gewerkt met alle plezier. Ik werkte daar in het begin alleen in de vakanties. Op een gegeven moment ook op zaterdag. En ik had hele leuke collega's. Ook op zaterdag. Gewoon een hele leuke groep collega's van mijn leeftijd. En daar hadden we ook gewoon echt leuke gesprekken mee. En de grootste lol. En dat maakt het eigenlijk dat ik daar nooit eerder ben weggegaan. Ik had het gewoon naar mijn zin en ik vond het gewoon prima daar. Ik hoop dat jullie wat meer van mij te weten zijn gekomen op deze manier. Ik dacht het is wel leuk om wat meer persoonlijke dingen ook te delen. Heb je nog vragen, laat ze zeker even achter in de comments. Misschien dat ik ze dan ga beantwoorden in de comments en anders misschien in een andere video. Vond je het leuk? Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En ik hoop jullie te zien bij mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!